Wat wij zien is dat in betrekkelijk korte tijd de instroom en arbeidsongeschiktheid in Nederland spectaculair gedaald is. Van zeg 100.000 in 2002 tot ja, een derde, 30.000 à 35.000 vanaf 2006. Het heeft mij verbaasd dat dit tot stand is gekomen. En volgens mij heeft het er van alles mee te maken dat werkgevers daar een belangrijke rol bij gespeeld hebben. Er zijn denk ik twee problemen nog die in het systeem zitten van de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsverzekering. De eerste is dat wij heel sterk vertrouwen op de rol van de werkgever. Dat was eerst een belangrijk deel van de oplossing van het probleem, omdat we werkgevers verantwoordelijk maakten voor loondoorbetaling en we maakten hen verantwoordelijk voor het meebetalen aan arbeidsongeschiktheidskosten. Dat heeft ertoe geleid dat er minder instroom in regeling is gekomen en dat zij zich inspannen voor preventie en reïntegratie. Dat zijn goede zaken, maar het betekent wel dat in de toekomst, en daar zitten we nu eigenlijk al in dat proces, de arbeidsmarkt flexibeler wordt en de rol van de werkgever niet zo meer voor de hand liggend als de partij die die dit probleem aanpakt. Als jij maar tijdelijk bij iemand in dienst bent, dan is het minder voor de hand liggend dat de werkgever jouw belangen behartigt en probeert te voorkomen dat jij in een regeling terechtkomt. Nou kun je die werkgever wel prikkelen, maar ook dan zal dat minder goed werken, omdat hij jou maar kort in dienst heeft. Ik denk dat dat één groot probleem is. Het tweede probleem is eigenlijk ook een bijproduct van het succes van verdere hervormingen. Dat is namelijk dat we de regeling strenger hebben gemaakt. Daardoor mensen met zwaardere aandoeningen in de regeling terechtkomen. En dat het daardoor lastiger is om er weer uit te komen. Toch was het de opzet van de hervormingen dat een bepaalde groep arbeidsongeschikten, namelijk tijdelijk volledig, dus mensen met tijdelijke aandoeningen, dat die weer terug zouden moeten komen naar de arbeidsmarkt. Dat zien we niet gebeuren. Ondanks dat ze misschien herstellen, zien we toch niet gebeuren dat zij weer de weg naar de arbeidsmarkt hervinden. Dat zijn denk ik de twee grote problemen. En waar ligt de oplossing, denk je? Bij het eerste probleem, dus dan hebben we het weer over die werkgeversrol, denk ik dat je meer moet gaan kijken naar de werknemer zelf, wat hij kan doen. Dat je daar meer prikkels neer gaat leggen, toch? Dat is ingewikkeld, maar daar zijn, er zijn de manieren om daarover na te denken, om ook in die ziekteperiode daar meer mee te doen. Tweede probleem. Is toch denk ik een kwestie van meer herkeuren, meer bovenop die groep gaan zitten. Dat is nu vaak lastig. UWV heeft er ook beperkte middelen voor. En het is ook wel confronterend vaak voor die mensen als ze door een herkeuring weer gedeels arbeidsgeschikt worden verklaard, of misschien wel geheel. Wat moet er dan gebeuren? Ze zullen niet meteen werk hebben. Als je kijkt waar we vandaan komen, dus die 100.000 instroom, dat er alle noodzaak was om die regeling te verkleinen. Omdat het gewoon uit het lood begon te lopen. We hadden bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Nu inderdaad kom je in een zone dat je gaat afvragen van nou, hoe groot is de regeling die we willen hebben? En ik denk dat je nu minder draconische maatregelen hoeft te nemen om effecten te proberen te bereiken en minder grote aantallen. Want anders ga je je doel voorbij schieten, denk ik inderdaad. Want we hebben een regeling die nu inmiddels bijvoorbeeld kleiner is dan vergelijkbare regelingen in de VS. Dus ik denk dat we nu in een zone zitten die goed is. We moeten alleen goed bijhouden, goed oog voor hebben, dat we het op de rails houden.